Dit is Luc. Als Luc mij en Robin uitschakelt, krijgt hij 3 flesjes focusdrink. Elke ronde kan hij ervoor kiezen om door te spelen, waardoor hij meer flesjes verdient, of om te stoppen en er vandoor te gaan met de winst. Gaat Luc dood tijdens een ronde, dan verliest hij alles. Luc, ben je er klaar voor? Ik wel. Hoeveel rondes denk jij te gaan halen? 5. 5, oké. Robin, hoeveel denk jij dat hij er gaat halen? Ik hoorde 5. Ik denk minimaal wel 6, denk ik. Ja? Je krijgt 3 flesjes per ronde, hè? Ja. Nou, laten we beginnen met ronde 1. Robin! 3, 2, 1. Pak hem! Waarom vlug je? Je hebt een zwaard! Oké, Robin, gewoon blijven slaan. Hij is zwak, hij is erg zwak. Ben ik niet. Jawel, je hebt mij nog 1 keer geslagen. Godverdomme. Nee, ik ben echt power slecht. Hoe vaak ben je nog over? Gaat niet weten dat we je al gaan killen, toch? Ik ben echt power slecht. Ik ben een grote Minecraft noob die hier bestaat. Oké, je hebt op zijn minst Robin gekillt hier. Dan ga ik jou nu killen. Nee, dat hoop ik niet. Ik heb nog maar weinig hartjes. Gast! Oh, maar deze. Oké, Luc, weet je? Je hebt 3 flesjes gewonnen, maar ik wil het niet bij 1 ronde eindigen. Ik heb een idee. We geven hier een ijzerzwaardje. Je krijgt helemaal vol AP voor de 2e ronde. Oké, dit was een waarschuwingsronde namens ons. Dit was een waarschuwingsronde. Maar we gaan minimaal 2e ronde in. 3, 2, 1. Ga jij maar eerst. Jij bent mijn minion. Kom maar op, ik kom naar jullie. Oh, Jezus. Pak hem, Robin. Ik zie jou als eerst. Blijf vooral slaan. Je moet niet spam slaan. Je moet je zwaard wel slim gebruiken. Oh, wow. Voor HP. Oh. Oké, ik ben af. Ik geef me over. Nee, dat is niet waar. Oké. Holy shit, gast. Je doet gewoon 3 hartjes. Hallo. Oh. Nou, dat was ronde 2. Oké, dat zijn 6 flesjes voor jou, hè? Ja. Hoeveel hartjes heb je nog over? 7,5. Vanaf nu ook een beetje geheim voor ons. En zegt hij alleen nog maar of hij doorgaat of niet. Oké, wil je volgende ronde in? Ja. Je hebt 6 flesjes gewonnen, dus we gaan nu voor 9 flesjes, oké? Ja, ik heb nou een sixpack. Precies. Maar dat is 3. Niet fantasie. In het drinken, dus... 3, 2, 1, go! Oké, dat is jou eerst, Max. Lekker voor je. Tegelijk, anders gaan we weer dood. Net werkte het niet. Nee, dat jij hebt alleen laten gaan. Oh, Jezus! Ik ben dood. Oké, komt-ie. Oké, pak hem, Robin. Pak hem. Het gaat om 9 flesjes. Gun hem die 9 flesjes niet. Gun hem niet de 9 flesjes. Gun het wel. Nee, gun het hem niet. Hij raakt me niet. Waarom ben jij zo hinderlijk? Oké, je hebt 9 flesjes gewonnen. Wil je doorgaan voor 12? Ik kan heel even uitrekenen. Want ik kan kijken hoeveel hartjes ik ben verloren. Ik moet zachtjes doen. Wil je nog een ronde? Ja. Oké, je wil nog een ronde? Kom maar op. Ja, dat gaat voor 12 flesjes. Oh, kom maar op, zei hij. Oké, 3, 2, 1, go. Robin, we gaan tegelijk. Oké. Voor 12 flesjes. 1 tip, Luc. Spam, sla niet. Oh, je weet trouwens dat als je doodgaat, dat je al je flesjes verliest, hè? Ja, maar ik kan het wel aan. Oké, je kan het aan, prima. Oh, mijn god, gast. Oh, ik pak hem, Robin. Oh. Pak je niet. Oh, shit. Nee, we gaan niet verder gelijk. Nee. Oké, wil je voor nog een ronde gaan? Dit gaat om 15 flesjes dan. Nee. Wil je maar 12 flesjes? Nee, ik heb niet veel hartjes meer. Dus je gaat voor de 12 flesjes? Ja. Oké, dan komen wij 12 flesjes naar jou toe brengen, oké? Echt? Ja. Oh mijn god. Maar dan niet als het laat is en als je moeder wil dat je stil bent, oké? Nee. Dan komen we wel een keertje overdag. Ja. En we nemen oordoppen voor je moeder mee. Hey, we komen het nu naar je toe brengen. En zo waren wij onderweg naar het verre Brabant. Onderweg waren wij helaas een flesje verloren. Maar na erg lang zoeken tussen de maisvelden hadden we hem toch gevonden. Bij de aankomst mocht Luc het uit de auto pakken en was het eindelijk van hem. Na afloop kreeg ik van Luc nog een mysterieuze brief. Ah, nee. We hebben hier Bloksnoep en Wessel tegenover elkaar staan. Ze kennen elkaar niet en daar gaan wij gebruik van maken. Oh no! In deze opdracht zijn er 50 flesjes die gewonnen kunnen worden. Wessel en Bloksnoep krijgen de optie deel of stil. Als ze allebei kiezen om te delen, krijgen ze 25 flesjes per persoon. Maar kiest er één van hun om te stelen, dan krijgt hij 50 flesjes en de ander niks. Echter is hier de twist. Kiezen ze allebei ervoor om te stelen? Dan krijgen ze alle twee
helemaal niks. Dus het is aan jou om nu één van je kleurtjes hierin te doen. Ja. En dat mag je nu doen. Ik ben heel benieuwd welke je gaat kiezen. Of jij wilt delen met hem of dat jij wilt stelen van hem. Weet je, het is, ik heb net met hem heel leuke gesprekken gehad. Ja. En ik vind het dus heel... Want ik weet van hem, hij gaat groen doen. Ja, oké. Okay. Dus je kan of niet. De klo- je kan oh, gaan stelen. Ik kan nu de klootzak zijn. Want ik weet, het is een iets jonger kind. En hij is gewoon gevoelig voor dit soort dingen. Nou... Hey, maar wie weet, kan hij hier wel echt de mastermind uithangen hier nu, hè? Als hij zo meteen rood doet, ja. Maar oprecht, ik ben een lieve jongen, dus ik denk, ik ga delen met mensen. Robin. Nee, dat vind ik niet hoor. Nee, ik zou het liever delen dan dat ik die gierige knul ben die zegt, ik pak alles van jullie. Nee, dus jij gaat delen met jou 45 flesjes met 25 flesjes allebei? Ja, nee, okay. Ik gun het hem oprecht. Dus als ik nu rood pak, dan voel ik me wel heel erg genaaid. Oké, laten we kijken wat Wessel hier wilt. Wessel, Bloksnoep heeft één van de twee gekozen. Ja. Wij gaan niet zeggen wat het is, we gaan niet hinten wat het is. Nee. Maar het is nu aan jou om te zeggen, ik wil delen met Lijke Bloksnoep of ik wil stelen van Lijke Bloksnoep. En je weet de consequenties. Als jullie allebei rood hebben, stelen jullie allebei kwijt. Als jullie allebei groen hebben, delen jullie allebei met elkaar. Maar heeft hij rood terwijl jij groen pakt, verlies jij alles. Maar heb jij rood terwijl hij... Ja, je snapt het in ieder geval. Ja. Welke ga je kiezen? Neem ons mee in het proces. Wat is jouw denkproces? Ja, ik vertrouw hem wel. Ik ga denk ik gewoon voor groen. Ja? Ja, je vertrouwt hem. Kijk hoe die staat. Hij zit echt te gluren. Ja. Nee, ik doe het. Je gaat delen, je gaat niet van hem stelen? Nee. Oké, dan moet je het blokje erin doen en dan gaan we nu het resultaat jullie allebei vertellen. Oké, jongens. Hey, nu wordt het heel spannend. Nu wordt het spannend. Jullie hebben allebei gekozen voor een kleur. Oké, Max. Ja? Jij pakt hem daar, ik pak hem hier. Oké, 3, 2, 1. Jullie hebben allebei gedeeld. De vertrouwen in de kansheid is teruggekeerd. Yeah. Jullie hebben allebei 25 flesjes Focus Drink gewonnen. Zijn jullie er blij mee? Zeker. Goed zo, jongens. Ik heb nog nooit op. Waar moet ik ze gaan? Ik heb nog nooit op. Nee. Ik heb... Toen ik het kocht, kwam ik Royalistic tegen. Dat vond ik echt mooi. Ik vond het echt mooi. Oké, jongens, nou, doe even een knuffeltje geven aan elkaar hier zo. Ja. Nou, lieve knuffel. Wacht. Nou, jongens, we gaan het nu persoonlijk naar jullie brengen. Hallo. Bij Bloksnoep ging de bezorging voorspoedig. Hey, joh. Dat is handig. Bij een binnen ging de kat zichzelf even schoonlikken, op de trampoline springen en ging Bloksnoep zijn flesje leeg drinken. Onderweg naar Wessel kwamen we erachter dat we niet genoeg Focus Drink hadden. Gelukkig was er een Albert Heijn in de buurt waar ik even makkelijk 2 nieuwe flesjes heb kunnen kopen. Ja, Focus Drink ligt in de Albert Heijn, jongens. Wessel was er erg blij mee. Buurman en buurman hier krijgen de opdracht om een bouwwerk aan elkaar uit te leggen zonder daarbij de blokken te mogen benoemen. Doen ze dit goed, dan winnen ze 12 flesjes per persoon. Dit kunnen ze verdubbelen door een tweede bouwwerk uit te leggen. Maar gaat deze fout, dan verliezen ze alles. Buurman en buurman. Welkom. Bedankt. Ja. Welkom jongens, jullie gaan de uitdaging aan? Zeker. Ja, jullie zijn er klaar voor. Weet je, Doevoet, dan gaan we wat prachtigs bouwen bij jou. Nou, wat prachtig bouwwerk heb je daar gemaakt, Doevoet. Ja. Ben je er een beetje trots mooi. Op? Zeker, ik heb mijn best gedaan. Ja, dat zien we. Dat kunnen we zien. Hé, buurman en buurman, jullie hebben 5 minuten de tijd en dan gaat het in. Jullie kennen de regels. We kunnen even Go! Een blok dat heel hard wordt als je er water mee doet. Oké. Ja, dat is een goede uitleg. Die plaats je in een 3x4. Ja, een 3x4. Gewoon je ding doen. Wij zeggen niks. Gewoon lekker je ding doen. Ja. Oké, aan de voorkant. Daar plaats je dus niet... Dus je hebt een zwart blok eronder. Ja. En boven een wit blok. Ja. En dan zeg maar het bovenste witte blok plaats je nog aan de dunne kant een wit randje. Hij snapt er geen één van. ja, ga door. Ja, heb je dat? Ik denk het. Oké, dan haal je de middelste van dat witte randje weg. Ja. En plaats je daar weer dat zwarte. Wat? Oké, ja. Achter die witte kant nog een witte kant. Ja, dat gaat goed. Witte kant nog een witte kant. Dat gaat goed, het gaat soepel, jongens. Ja. Het gaat soepel. Zo, dan heb je nu een soort hoofd. Hoofd? Ja. Oké, doe, ga je eens opschieten, nog een minuut.
Daar, dus niet erop, maar tegenaan een zwarte blok, zodat het zeg maar naar achter gaat. Ja, 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 je gaat goed. Gewoon vertrouwen, okay, op je vertrouwen gaan, ja. Ik zou dit zo laten. Ik zou meer op de voorkant focussen. Je hebt nog één ding op de voorkant gegeten. Dat is belangrijker. Op de voorkant heb je dus nog dat zwarte blokje. 7, 6. Ja, ja, ja. Oké, okay, daar links en rechtsboven twee donkere varianten van dingen waar je op moet klikken. Oké, okay, je mag alleen die nog fixen en dan is het tijd voorbij. Dit zijn de laatste dingen. Jongens! Wat denk je dat het is? Het lijkt op een soort van koala, maar dan zeg maar hoe David het zou uitleggen. Oké, okay, nou, vlieg maar omhoog om te kijken wat het was. Ik doe de muur wel weg, ik doe de muur wel weg. Oké, de muur gaat weg. Boom. En, ben je tevreden met het resultaat? Ik waar tevreden op het resultaat. Maar, ik vind hem dichtbij genoeg om te zeggen dat jullie het nog een keer mogen proberen. Want jullie hebben allebei nu, weet je, ik kan hem goed. Jullie hebben allebei 12 flesjes focus drink gewonnen, oké? Okay? Yes! Maar, nu mogen jullie het nog een keer proberen als jullie willen. Ja. Alleen, als je dat haalt, verdubbelen we jullie inzet. Verdubbelen we de 12 flesjes, krijg je 24 flesjes per persoon. Halen jullie die niet, verliezen jullie alles. Ja. Dus wat doen jullie? Gaan doen, hè. Gaan we doen? Moeten we het doen? Moet je mij niet aankijken? Ja, we doen het. Ja, oké, jullie doen het, laten we de ronde 2 gaan. Ik weet niet wat je hebt gemaakt. Ik weet eigenlijk dat wij het hebben gemaakt, maar we gaan doen ja, als je het hebt gemaakt. Ja, maar dat maakt niet uit. Dit is gewoon een big brain moment. Het ziet er heel goed uit wat je hebt gemaakt. Ja, in onszelf gedacht. Denk je dat je dit uit kan leggen aan je buurman? We gaan het proberen. Laat het Want je weet dat als je het fout doet, verlies je alles. Hey jongens, succes. 3, 2, 1, go. Oké, David, de kleur van de vloer doe je 7 blokken naast elkaar, oké? Kleur van de vloer, 7 blokken naast elkaar. Weet je snel. Wat? Oké, maakt het niet, oké. Oké, daarna doe je op de uiteindes doe je nog zo'n blok van de vloer. Doe je eentje erbovenop, oké? Maar op de uiteindes. Extra blokken bij dus. Wat? Huh? Dus gewoon alleen één blok erop, niet nog een blok erna. Ja, nee, alleen een blok erop. Oké. Daarna vul je, je weet dat blok van een dier, weet je wel? Maar dan zwart. Blok van een dier. Hey, ik vind het blok van een dier dat in een hek loopt en het dier kan scheren. Ja. Oké, dat in het zwart, daar vul je zeg maar die cap mee op, oké? Ja, wat zou dit zijn? Daarna, je weet dat blok dat hard wordt, toch? Weet je wel? Hard? De blok dat hard wordt, ja, wanneer je water doet. Oké, dat, maar dan niet de verharde versie daarvan, doe je daar een randje op. Ik vind het zo mooi dat hij zo enthousiast en hij zat voor echt waar ze Ja, heb je dat? Huh? Heb je dat? Nee, ik heb het dan nog niet. En dan geel. Dat is de gele kleur van zeg maar, de niet verharde versie van wat er... Dat had hij, okay, dat had hij begrepen. Daarna op de uiteindes weer één blok van dat gele spul waar ik het net over had op. Dat, niet de vloer, maar dat is van net. Ja, heb je dat? Ja, dat heeft hij. Dan witte, niet concrete, maar weet je wel. Nee, dat heeft hij denk ik niet, of wel? Oké, heb je dat? Van een dier? Nee. Het is iets wat je kan vinden in een biome, heel veel. Met hele grote bergen. Oeh, nice. Je mag de kleur wel een beetje zeggen. Oké, dan witte. Oké, daarna, dat doe je zeg maar naast. Oké, maar heb je het niet? Nee. Oh, okay. Ja, ik heb het. Ja. Oké, dat wit. Dan doe je zeg maar, die heeft hij. Oké, dan doe je. Je hebt natuurlijk die twee uiteindes, daar heb je één blok erop, toch? Van het gele. Oké, doe gewoon. Blok, niks, blok, niks, oké? Okay? Dus wit, niks. Bij de rand doe je gewoon dat gele spul. Dat gele spul dat hard wordt. Gele spul, we hebben toch gewoon wit? Ja, nee, oké. Dit gaat helemaal niks worden, maar... Oh, jongens, ziet op. Okay. Wit, niks, wit. Niks, wit. Doe gewoon dat ene niet concrete, maar... Het ging zo goed aan. Binnen de randjes, dan doe je... want dat bouwwerk heeft een rand. Dan doe je... naast de rand doe je dat blok. Daarna doe je niks, daarna doe je dat blok, daarna doe je niks. Oké, daartussen doe je... een blok van een schaap, maar dan de normale vorm, weet je wel. Mm-hmm. We hebben nog een minuut, jongens. Twee dingen die je kan indrukken erop, maar dan zwart. Oké, dat snapt hij denk ik ook wel. En nu moeten jullie vaart maken. Daarop doe je twee randen weer met dat witte spul, dat lijkt op concrete, maar is het niet. Twee randen. Wat? Twee randen van dat witte spul wat op concrete lijkt, maar niet concrete is. Oh ja. En dan doe je de rand helemaal omheen. De rand er helemaal omheen, dat spul dat hard wordt wanneer het in water komt. Niet dat verharde spul, maar dat spul dat hard wordt. Die dan. Oh. 30 seconden. Nog 30 seconden. Oké. Heb je dat? Heb je nu een 7x7 ding? Ik heb nu een...
8 bij... Wat is dit? 8 bij 6. Oké, jezus, David. Oké. Hoe lang hebben ze nog? 6. Oké, dus geel. Oké, ik heb er vertrouwen in. Oké, gaat de grond staan alle twee? Kijk naar het bouwwerk. Daar komt ie. 3, 2, 1. Tada! Nou, ik ben denk dat je het pittig goed hebt gedaan eigenlijk. Oh mijn god, wat is dit? Wat is dit voor een half geplaatst gezicht? Ik zei blok, blok, laat kijken. Blok, niks goed. Blok. Al zeg ik het zelf, pittig goed gedaan, hè? Alle blokken zijn goed. Keuren we deze goed? Nou, als ik naar deze kijk, dan... ik ga heel even beide haken even beoordelen. Want deze, die lijkt uitgestretched omhoog. En deze lijkt uitgestretched naar de zijkant. Eigenlijk is het een soort van stressbal, weet je wel? Zo'n gezicht, maar dan met een stressbal. Een stuitenbal. Je moet wel onthouden, alle blokken zijn goed. Alle blokken zijn goed. Ja, jullie hebben geen blokketjes blokketjes. Geen blokketjes. Robin, kun jij hem goed? Ik keur hem goed. Oh, oké, jongens, dan hebben jullie 24 flesjes gewonnen. Yes, we hebben hem. Maar, jullie mogen nog een keer. Nee, dat doen we niet. Nee, dan kunnen jullie het ZW verdubbelen of alles verliezen. 48 flesjes per persoon. Dat gaan we niet doen. Wordt het hem ja of nee? Dat kunnen we niet doen. We zijn daar te dom voor. Nee, maar... Antwoord in 5, 4, 3, anders verliezen we alles. 2, geloof me. 1. We doen het niet. Wel. Nee, niet. Hij zegt wel, jij zegt niet. Oprecht, echt niet. Oké, dan doe ik een blokkleurtje in mijn handen. Als jullie die ene gokken... Nee, dit is echt heel dom. Maar, We hebben een kans om alles te verliezen. Nu hebben we een kans om de enige echte wanden te ontmoeten. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja, dat vroegen we ons het ook al. Kijk dit. Hey, ik, om jullie een beetje te helpen misschien. Jullie hebben nu allebei een keer gebouwd en allebei een keer uitgelegd. Dus misschien weten jullie nu wel van, hey, dit is mijn sterke punt of juist niet. Jullie mogen nog een keertje wisselen. Kijk, jouw sterke punt is uitleggen. Dan heb ik een vertrouwen dat ik het kan bouwen, weet je wel. Ik zei 7 blokken en jij hebt 8 blokken hier gemaakt. 7 Oké, okay, jongens. Weet je wat? Geniet maar gewoon lekker van jullie 24 flesjes. Ja. Dat is helemaal goed. De twee buurmannen woonden gelukkig in dezelfde stad als waar ik woonde. Dus na enorm lang rijden waren we aangekomen. En met een efficiënte trein brachten we alles naar binnen. Oké, voordat we verder gaan wil ik jullie toch eventjes vragen om te abonneren. We gaan richting die 200.000 abonnees en die wil ik toch wel even halen voor het einde van dit jaar. Vergeet niet te liken. Bij 5.000 likes ga ik 500 flesjes focusdrink weggeven. Parkour, jullie kennen het allemaal. Riccio hier zegt dat hij heel goed is in een parkour, dus geven wij hem deze uitdaging. Als Riccio dit parcours haalt, krijgt hij 15 flesjes focusdrink van ons. Nou, dat klinkt simpel. Wat hij niet weet, is dat hij een tweede kans krijgt na zijn eerste finish. Als hij deze tweede poging sneller haalt dan zijn eerste poging, verdubbelen we de 15 flesjes en krijgt hij er 30. Haalt hij het parcours niet sneller dan zijn vorige poging, dan verliest hij alles. Riccio, ja? Ben je er klaar voor? Zeker weten. Je hebt één taak. En dat is dit parcours halen binnen 4 minuten. En dan wil je gewoon 15 flesjes. Makkelijker kan het niet, oké? Okay? Ja, vind ik duidelijk. Ja. Duidelijk. Ja. Oké, nou weet je wat? Laten we niet te moeilijk doen. Gewoon beginnen. In 3. Wacht. Dit is één focusdrink strafpuntje. 3, 2, 1, go. Go. Je hebt 4 minuten de tijd. Dus ik zou zeggen. Nou, het ding is, als je doodgaat, krijg je gewoon nog de tweede kans. Dus dan kan je gewoon verder gaan. Nou, dit gaat helemaal goed komen, toch? Of niet? Tuurlijk wel. Ja, tuurlijk gaat dit goed komen. Kijk, 4 minuten, hè? Dat weet je. Je hebt 4 minuten de tijd. Ik heb stress, jongens. Je hebt stress. Gewoon, zeg maar, hoe voel je je tijdens dit parcours? Goed, nog. Nog wel? Heb je al zweetvingers en een zweetmuis en een zweettoetsenbord? Een beetje nat hier hoor. Nou, je bent, moet ik zeggen, volgens mij halverwege. En Robin, ik vind echt mooie pijlen die je hebt gemaakt. Ook al lijkt het niet op pijlen. Ik ben er wel blij mee op zich. Oh, je bent er bijna. Pas op, dit is een gevaarlijke sprong. Oeh, nou. Dit gaat wel stabiel dit hoor. Dit gaat wel heel stabiel, moet ik zeggen hoor. We gaan geen tijd zeggen, maar... Nee, dit gaat echt heel stabiel. Gaat hij 15 flesjes winnen? Is het zover? Oh, stop! Ja! De tijd! Hey, je hebt 5 gewonnen. Hoeveel lekker. Weer? Opgelucht. Top. Nou, maar, dat is zeg maar, het ding is... Je had 4 minuten. Hoeveel tijd heeft hij erover gedaan? Hij heeft er 1 minuut en 3 seconden over gedaan, ongeveer. Dus ja, heb het heel snel gedaan. Maar het ding is, jij denkt toch niet echt dat dit alles is? Ik weet niet. Het ding is namelijk nu, jij kan en mag
van jouw flesjes 30 flesjes maken. Dus verdubbelen ja. als je het nog een keer doet. Maar je huidige tijd verbetert. Sneller gaat dan je vorige poging. Nee. Dat dan ga je het echt niet doen? Nee, ik ga het niet. Je gaat niet nog een keer proberen met 2 keer dood te gaan aan het beginnen. Ja, daarom juist eigenlijk. Ik wil eigenlijk 0 keer dood gaan. Ja, maar ja, als je daarom. Nu gewoon nog een keer doet en je haalt het sneller. Je hoeft het gewoon binnen de 1 minuut en 3 seconden te halen. En dan heb je 30 flesjes in plaats van 15. Ik ga het gewoon doen. Laat het gewoon doen. Gaat het gewoon doen. Yeah! Oh, ja. Trouwens, niet gezegd dat je het gaat doen. Even een kleine side note. Als je faalt, verlies je alles. Oké, let's go. Wacht, wat? Oké, je hebt 1 minuut en 3 seconden de tijd. Daarom bleef ik herhalen net, neem je tijd, want dan had je het zelf makkelijker gemaakt nu. Maar je hebt 1 minuut en 3 seconden de tijd om de overkant te behalen. Dan krijg je 30 flesjes, haal je het niet binnen 1 minuut en 3 seconden, verlies je alles. In 3, 2, 1, start! Oh, ik vind het spannend voor je. Ik vind het echt heel spannend voor je. Je hoeft het alleen maar sneller te halen. Dit zijn de gevaarlijke sprongetjes, maar het gaat al sneller. Kijk hoe snel die gaat, Robin. Jezus, Mina zegt. Kijk dit dan. Oh, ja, dit is slim. Dit is slim dat je dit doet. Oké, ik moet zeggen, als je het zo gewoon... Je hebt zelfs even tijd om sommige sprongetjes met rust te nemen. Zo goed als je gewoon gaat. Maar dat heeft hij niet nodig, zo te zien. Hij heeft het echt niet nodig. Hij heeft die rust niet nodig. Deze man gaat echt veel te snel. Deze man... Oh, dit is gevaarlijk. Ik wou net zeggen, dat gaat een gevaarlijke route zijn als je die probeert. Oh, maar dit wordt toch wel een sprongetje, al zeg ik het zelf. Nee, oh! Nee! Oh, nee! Dat meen je. Nu moet je rennen zo snel als je kan. Zo snel als je kan! Oh, ik zou nu niet meer stoppen. Gewoon echt voor niks stoppen. Gewoon sprinten. Zelfs deze sprongetjes zou ik in 1 keer doen. Anders haal je het niet. Zelfs die halve sprongetjes moet je in 1 keer doen. Of die halve glazen dingetjes. Oh. Gewoon door blijven gaan. Gewoon door blijven gaan. Gewoon door blijven gaan. Het is altijd. Oh. Je had het zo goed kunnen halen. Maar die ene sprong. Oh. Die rotsprong. Deze sprong hier ook. Deze sprong, ja. Oh, nu pak hem wel. Je had het momentum moeten behouden. Zie je, als je het momentum behoudt... Ja, dan wel. Dan zijn de sprongjes veel makkelijker. Kijk, nu gaat het in 1 keer goed. Nu is de druk eraf. Oh mijn god, je hebt hem nu ook van binnen 40 seconden. Oh my days. Robin, zullen we hem gewoon een tweede kans geven voor dit? Of is alles kwijt? Maar, ik vind het goed, maar dan gaan er wel van die eerste tijd, dus die 1 minuut 3, gaan er wel een paar seconden af. Oké, dan moet je hem binnen 55 seconden halen. Oké. Ja, het is dat of niks. In 3, 2, 1, start. Dus binnen 55 seconden, anders verlies je alsnog alles. We zijn lief voor je, we geven je een tweede kans. Mijn tip is behoud het momentum, anders gaat het fout. Kijk, hier ga je de fout in. Ja, ik zag het. Als je het momentum behoudt, dan hou je het sowieso veel makkelijker. Misschien zeg ik het alleen maar om het moeilijker te maken. Wie weet. Oh, kijk, nee, dit gaat goed. Hier, als je hem nu ook gewoon zo belachelijk snel haalt, hè. Oh. Ja, oké. Dit gaat soepel. Dit gaat nog goed. Dit gaat soepel. Nee, dat meen je! Ja, dat ga je sowieso niet meer halen nu. Weer bij diezelfde stomme sprong. Wat een rotsprong eigenlijk. Ja, je gaat het al niet meer halen. Je zit al op 42 seconden. Oh. Daar gaat hij. De man. Zonder focus drinkflesjes. Zonde. Op weg. Wint wederom niet. Al zo vaak meegedaan met events. Nog nooit gewonnen. Krijgt hij een keer een 1-op-1 persoonlijke kans. En wederom verliest hij. Oh, wat zet. En nu haalt hij... Oh. Nee. Nog steeds niet. Helaas, je hebt wel leuk mee kunnen doen, maar dat zijn geen focus drinkflesjes. Heb je nog wat te zeggen voor de video? Nee. Nee, eigenlijk niet. Nou, oké, dan gaan we door naar de volgende. Welkom op de schietbaan. Miles krijgt van ons de taak om de target te raken met zijn pijl en boog. Elk blokje dat je ziet representeert 1 focus drinkflesje. Hij begint bij 1 en kan doorgaan tot hij wil stoppen. Zodra hij stopt, krijgt hij zijn focus drinkflesjes. Maar wanneer hij niet stopt en een schot mist, verliest hij alles. Miles, ben je er klaar voor? Zeker weten. Jij weet wat je moet doen? Ja. Alles is helemaal duidelijk. Ja. Wil je nog wat zeggen voordat je iets gaat doen? Ik sta hierboven, achter je. Daar, ja, nee, links. Achter je, daar, ja. Nee, ja, daar, ja. Nou, ik hoop dat ik wel iets win in ieder geval. Dat is helemaal aan jou. Laten we zeggen, begin maar gewoon. Weet je, begin maar met 1 flesje. Yes! Nou, hij heeft al 1 flesje gewonnen. Ga je door of stop je? Is de vraag. Ja, ik ga denk ik nog wel even door. Oké, goed zo. Ja, goeie. Je kan anders nu met 1 flesje naar huis gaan, maar je wil minimaal 2. Dat vind ik helemaal top. Ga maar door. Wat een meme zou dat zijn als we voor 1 flesje daarheen gaan. Ja, 2 flesjes. Nou, wat doe je? 2 flesjes. Je gaat door. 3 flesjes gaat hij voor en hij heeft geraakt. Wat moeilijk. Wat een moeilijke taak heeft hij gekregen. Ja, kan het wel. Spannend hoor. Ja, dat snap ik. Dit is nummer 4. Oeh. Ik vind het serieus spannend voor je, ook al ben je nog maar bij 5. Raak hem. Yeah! Ga voor de sixpack.
En dan heb ik het niet over je buik. Kom op, de sixpack. Je hebt nu, voordat je verder gaat, een sixpack gewonnen. Jee. Is dat als genoeg? Als ik het niet verlies nog, hè? Nee. Ja, je kan het nog verliezen. Maar je hebt al een sixpack. Dus neem je het risico om die sixpack weg te gooien? Ja. Oké. Gaan we verder dan. Dat is 7. Ja. Dat is 8. Nummer 9. 10. Ik zit al helemaal op concentratie en ik ben pas bij 10. Ja, je bent bij 10. Je kan tot ongeveer 60 of zo gaan hier. Oeh, die kwam toch akelig in de buurt bij de onderkant hoor. Ik zal oppassen. Oh. Als je nog eentje raakt, heb je 2 sixpacks. Maar als je mist, ben je alles kwijt. Oeh, je hebt nu 2 sixpacks bemachtigd. Maar ik heb het gevoel dat jij nog wel doorgaat. Zo lijkt het toch. Ik ben, om heel eerlijk te zijn, ben ik echt een noob in Minecraft. Ja. Ik speel dit gewoon vaak, maar dan vooral creative. Dus dit doe ik eigenlijk nooit. Nou, dan is dit gewoon een goede manier om het te leren. Oké, die was zelfs hartstikke goed in de roos. Wat je wat mij betreft het best misschien kan doen, is gewoon blijven richten een beetje. Ik zeg wel tot hoe ver je naar achter kan lopen nog. Dat jij in ieder geval je hoek goed behoudt waar je op richt. Kijk, dan blijf kijken van naar achter. Oh, ik zeg wel wanneer je in het witte staat, ja. Oeh, recht in de roos ook gewoon, netjes, hoor. Iets verder nog, iets verder naar achter. Ja, daar ja. Je bent nu bij 16. Als je deze raakt, heb je de 16. Ja, nee, die zit er nog goed in. Nu voel je hem al kriebelen, hè? Maar je voelt hem kriebelen nu, hè? Wat doe je? Ga je voor die 17? Oh, ben je niet bang dat je ze kwijtraakt? Eigenlijk nee, joh. Maar nu moet ik ook. Nu heb ik hem al gericht. Ja, je hebt wat zeggen. Oeh, je hebt hem nog! Je hebt hem nog! Wat ga je doen? Ga ik nog eentje verder, of... Ja, hoeveel zijn dit er nu? Je hebt er nu 17. Je hebt er nu 17 gehaald. Als je er nog eentje doet, heb je 3 sixpacks precies. Ja, ik ben wel echt zo iemand die dan bij die ene, net de laatste, dan weer mist. Ja, jij mag kiezen. Je gaat verder of je stopt. Nog eentje. Je kan het. Ik weet het zeker. Nog eentje. Oké, dit is je laatste die jij kiest. Als je hem haalt, heb je 3 sixpacks gewonnen. Ik kan goed rekenen. Kom op. Ja! Yeah! Je hebt gewoon 3 sixpacks, gewoon 18 flesjes. Nou, dat is toch best wel leuk, of niet? Ja, zeker. Nou, daarom beter joh. Dan nul altijd, toch? Dat klopt, beter dan nul. Hey, we gaan ze naar je toe brengen. Miles die woonde erg ver weg. Dus we zijn even gestopt voor een hele gezonde snack. Na lekker even gegeten te hebben, waren wij aangekomen op de bestemming. Kijk die man genieten met zijn flesjes. Huh? Dit is Jasper. Jasper hier krijgt de opdracht om van verschillende hoogtes te springen en water op de grond te plaatsen vlak voordat hij op de grond landt. Voor elk niveau kan hij een aantal flesjes focusdrink winnen. Maar faalt hij een van de sprongen, dan verliest hij alles. Jasper, ben je er klaar voor? Ja. Helemaal? Denker. Robin, ik wil even een moment nemen voor Jasper zijn muis en stift. Kan je eens een rondje draaien, Jasper? Je hebt een hele trage zin, Stifty, maar je hebt verteld dat je dat heel chill vindt om dat zo te spelen. En dat respecteren wij, dat vinden we leuk. Ja. Dus ben jij klaar voor level 1, om niet dood te gaan? Ja, ik denk het. Je denkt het? Oké, dat vind ik top. Dan breng ik je naar level 1. Nou Jasper, poging 1. Ga maar. Okay. En keur hem goed. Ja, ik ook. En je leeft nog, en keur hem goed. Oké, je hebt 2 flesjes gewonnen. Wil je doorgaan voor 4? Ik denk het, ja. Ja? Oké, dat snap ik. Je hebt sowieso, je mag nog 2 keer doodgaan. Hè? Het is allemaal nog relaxed. 3, 2, 1. Voor 4 flesjes. Oh. Ah, hij is nog steeds niet dood. Nee, ja, ik keur hem over. Goed. 6 flesjes. Ga je ervoor? Ja, ik ga het doen. 3, 2, 1. Oh, 3. Oh! Ah, chips. Hij is eens keer doodgaan, Robin. Het gaat om 6 flesjes, dit kan je. Nee! Oké. Weet je, ik weet, omdat je zo... Wacht, staat hij nou op deze of een beetje hoger? Nee, op die. Maar het gaat toch wel om 8 flesjes, hè? Want het verdubbelt steeds. Oh, het verdubbelt. Dit gaat om 8 flesjes. Weet je, ik geef het nog 2 levens. Omdat het is spannend. Het is spannend, ik snap het. Door die sensitivity. Ik heb medelijden met die muismat. Ja. Want ik denk dat hij na een jaar gewoon echt groeven erin heeft zitten, weet je wel? We geven je nog 2 levens. Kom maar. 3, 2, 1. Nee! Ik weet echt niet wat er aan de hand is. Ja! Ja! Je hebt hem! Oeh! Dat zijn 8 flesjes zo! Weet je, ik krijg nog 2 levens! Nee! Je mag het nog een keer proberen vanaf... Wat is het nu? 16 als je deze 16 haalt. 16 flesjes, ja. 16 flesjes als je deze haalt. Vanaf nu zijn het echt je laatste 2 levens, oké? Ja. Begrepen? Oké, 16 flesjes, je kan 3, het. 2, 1. Ja! Ja! Hij heeft het gehaald! Oh! 16 flesjes met nog 2 levens over. We gaan door naar 32 flesjes. 3, 2... 1. Oh. Oh nee, die heeft niet. Oh. Oeh, dat betekent dat je nog maar 1 extra leven hebt. En daarna is het echt alles of niets. Oh.
Nee! Oh, wat zonde. Oh. Wat doe je? Ga je het nog één keer proberen, maar dat betekent als je nu doodgaat dat je niks krijgt? Nee. Of stop je? Ik durf het niet. Je durft het niet. Nee. Oké, nee, dat is niet erg. Dan gaan we jou 32 flesjes focus drink opsturen. Wat vind je ervan? Want jij woont in... Oh, 16 trouwens inderdaad. Nou, Robin, wat doen we? 32 of 16? 32. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Oh, we gaan jou 32 flesjes, omdat je zoveel moeite hebt gedaan. Die muismat die verdient ook een paar flesjes focus drink. Die gaan we naar je opsturen, oké? Want jij woont in Noorwegen, toch? Ja, klopt. Ja, en dat is wel best wel ver voor ons om naar toe te rijden. Bedankt voor het kijken. Dit was de video. Dag!